diversiteit, iedereen hoort erbij. In 2019 zette Groot Venlo zich op de kaart als regenboogstad door Roze Zaterdag. Ik vind het belangrijk dat we die trend doorzetten en dat we in gesprek blijven met iedereen die tot deze doelgroep behoort. We hebben nou eenmaal die titel gekregen. Er moeten mensen uitgenodigd blijven om samen te kijken welke projecten gecreëerd kunnen worden als het gaat om deze doelgroep. En dat samen met COC Limburg. Ook moeten projecten als Roze Loper voortgezet worden, zodat ook iedere oudere in Venlo zich veilig voelt hier in de verzorgingstehuizen. Veiligheid staat voorop en dat geldt voor iedere Venlonaar die hier woont en die Venlo bezoekt. Mijn naam is Hanna Geurt, CDA, plek 6.